Het begon allemaal met dit krantenartikel in het Dagblad van het Noorden. Anjo wil niet weg uit zijn eigen kamertje. Om aandacht te vragen voor het stopzetten van Anjo's persoonsgebonden budget, benaderde de bewindvoerder van Anjo Duin de krant. Een persoonsgebonden budget, of kortweg een PGB, is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben. Het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, stelt vast welke zorg er nodig is. De zorgaanvrager kan dan kiezen uit zorg in natura of een geldbedrag, het zogenaamde persoonsgebonden budget. En zo'n PGB ontving Anjo Duin iedere maand. In het geval van Anjo beheert bewindvoerder mevrouw Reinders deze 4500 euro PGB per maand, omdat Anjo zelf niet in staat is om over zijn financiën te beschikken. De bewindvoerder van Anjo kon van dit PGB mensen inhuren die hem zorg, begeleiding en hulp konden verlenen. In de praktijk kwam dit erop neer dat het PGB werd uitbetaald aan zorgboerderij Nova Logeren in Beerta. Deze zorgboerderij is van bewindvoerder mevrouw Reinders en haar man zelf. Maar het zorgkantoor zegt dat de bewindvoerder niet kan aantonen waar het PGB, dat alleen bedoeld is voor zorg, aan uitgegeven is. Het PGB is daarom stopgezet. Omdat de bewindvoerder mevrouw Reinders het niet eens was met deze beslissing, stapte ze naar de krant om zo druk uit te oefenen op Menses. Met als doel dat Menses Anjo weer PGB zou verstrekken. Ja, maar als ik geweten had dat dit zo'n hetze zou veroorzaken, dan had ik het alleen bij de rechter gelegd. Want in plaats van dat mensen boos werden op Menses, werden er boze reacties geplaatst over mevrouw Reinders. Ik doe dit werk 12 jaar. Ik heb nu zoiets van, ik heb er geen zin meer in. Plus dat ik me afvraag, hoe kom je erbij? En mensen die mij niet kennen en zomaar een oordeel hebben. Toch verschenen er op internet tientallen beschuldigingen van fraude met PGB. Deze reacties kwamen van ex-werknemers en ex-cliënten van mevrouw Reinders en haar man. Een van deze reacties kwam van Koos Loos. In augustus vorig jaar deed hij aangifte tegen haar wegens verduistering van zijn PGB. Dus dan zijn we sowieso elke maand een kleine 3000 euro naar Nova logeren gegaan voor slaap. Terwijl ik er helemaal niet slaap en niet woonde. En jij kreeg er niets voor terug aan hulp? Nee, niks. Ja, drie keer in de week kwam hier iemand naar de boel schoon te houden. Maar dat was gewoon gewoon een groot slok kletsen, want ik hield de boel zelf goed schoon. Niet alleen ex-werknemers en ex-cliënten, maar ook het zorgkantoor wijst op de mogelijkheid van belangenverstrengeling in het financiële belang van mevrouw Reinders. Dat zij naast bewindvoerder ook mede-eigenaar is van de zorgboerderij en de zorg levert, kan conflicteren met het directe zorgbelang van de mensen waarvan ze bewindvoerder is. Het zorgkantoor heeft vanuit meerdere hoeken signalen ontvangen over de stichting en mevrouw Reinders. Op basis van die signalen is er een onderzoek gestart en zijn er enkele tientallen verklaringen afgenomen. De resultaten van het onderzoek zijn overgedragen aan de inspectie en justitie. Door haar ben ik nog meer in de schulden gekomen. Ik was afgesloten van Ziggo, telefoon, noem maar op. Dat is allemaal door haar, omdat zij het niet betaalde. Dan zegt ze gewoon, sorry, foutje koos, je hebt het te laat betaald. Maar ze maakt zich wel druk om die PGB-geld, daar drukt ze wel achterover. Nee, Koos Loos zou hier komen wonen, alleen had twee hondjes. Toen hebben we een huis voor hem gehuurd in Bellingwolde, of vlakbij Winschoten is dat, ja. En dan zou hij hier komen met de dagbesteding. Voor de dagbesteding. We hebben een auto aan hem ter beschikking gesteld, omdat dat voordeliger was als dat er steeds iemand van de begeleiding hem op moest halen. Alleen op een gegeven moment kwam Koos Loos hier gewoon niet meer. Ze heeft ook een auto voor jou geregeld, zodat jij vanuit hier iedere dag naar Beerta kon komen om een dagbesteding te gaan doen. Dat was helemaal niet zo, want ik ging er één keer in de week heen om mijn leefgeld op te halen. En ik ging er overdag, zat ik daar wel, ze hebben een grote eetkamer, een grote woonkeuken. En dan zat ik daar, moest ik wachten tot mijn griep kwam uit Paterswolde, want ze was er niet alle dagen. Moest ik daar wachten en dan kreeg ik mijn leefgeld en dan bleef je daar nog een koffie drinken. En dan zette een van die begeleiders die daar rondloopt, van die mensen die gasten begeleiden. Ja Koos, je moet zo weggaan, want het is zo etenstijd, het is 5 uur, dan moet je wel weggaan. Dus ik was er alleen maar voor het leefgeld op te halen, ik was er nooit. Ik heb 10 cliënten die hartstikke tevreden zijn. Dus het zijn onterechte beschuldigingen, zegt u? Nou, voor een gedeelte, ik bedoel, er is een discussie nu met het zorgkantoor van, goh, welke kant gaan we op? Terug naar die discussie over het PGB van Anjo Duin. Dit is puur
En dan zeg ik ook gewoon recht in de kamer, dit is gewoon puur oplichterij van mensen ook nog wel van geestelijke gehandicapten, die nooit weten wat een PGB is. Dit moet stoppen. Jannie Orzol kent Anjo Duin al van vroeger, toen ze beiden in Oude Pekela woonden. Volgens haar maakt mevrouw Reinders misbruik van het PGB van verstandelijk beperkte mensen zoals Anjo Duin. Samen met een vriendin is ze daarom de actiegroep Save Anjo gestart. Anjo kan nooit voor zijn eigen rechten opkomen, omdat een geestelijk gehandicapt is, dan doen we het wel. Vooral. Doe gaan we vooral. Om Anjo Duin hierbij te helpen, heeft Jannie Orzol via Facebook een oproep geplaatst om te gaan demonstreren. Ik hoop dat iedereen die opgeroepen wordt, hier alsjeblieft niet heen gaat, want het heeft totaal geen zin. Ondanks deze oproep van Margriet Reinders in onze vorige uitzending, vond er 2 februari toch een kleine demonstratie plaats bij de zorgboerderij. Doel van deze actie was om Anjo uit de boerderij te krijgen, om hem over te plaatsen naar een andere plek. Daarnaast was de demonstratie bedoeld om aandacht te vragen voor PGB-fraude bij andere cliënten. Maar nou ja, Anjo is door de dupe, maar er wonen nog meer mensen, ook doorveel gaan we de stoel en zijn wie? Afgelopen, Margriet Reinders, alle geld weer terugbetoond dat je op Jongenaar in de butsen stoken hebben. Allemaal weer terugbetoond en die mensen die moeten een plek waar ze nooit bestaan waren, maar waar ze de recht op zorg kregen, die zijn verdwenen. Het personeel en de cliënten van de zorgboerderij waren op het moment van de actie niet aanwezig. De demonstratie verliep rustig onder politietoezicht. RTV Logo blijft de problemen rond de zorgboerderij volgen. Het wordt dus vervolgd.